De politiek ook dit jaar hun engagement uit aan het begin van het nieuwe werkjaar. Het belooft een boeiend werkjaar te worden, waarin naast het dienen van de mens de vele andere activiteiten op het programma staan. Zoals ze zei, een weekend, een filmavond, een verrassingsuitstap en nog vele andere. Laten we daarbij dan ook de bezinningsmomenten niet vergeten. Wij, en daarmee bedoel ik Bart, Rita, Caroline en ik, zijn dan ook heel blij dat er zoveel jonge mensen zijn waarvoor we deze activiteiten kunnen organiseren. Voor velen is het zeker niet de eerste keer dat ze hier staan. Een aantal zijn er al een hele tijd bij. We zagen ze groeien van onschuldige jongens en meisjes, alhoewel ik hiervoor enkele een uitzondering maak, naar de overtuigde jongeren die u hier vandaag ziet staan. Sommigen staan hier al 6 jaar. Een aantal van die oudsten zullen dit jaar dan ook heel wat meer verantwoordelijkheid dragen tijdens de vieringen. Maar er is ook tijdsmoed. We heten Jersey en Thierry daarom hartelijk welkom in onze geloofsgemeenschap. We kunnen natuurlijk niet iedereen een tekst laten voorlezen, waardoor Charlotte hier het engagement zal uitspreken, waarna de andere acolyten deze tekst zullen ondertekenen. Acolyt zijn op zijn maarten is, deel uitmaken van de vriendengroep, op een bijzondere manier meedelen, mee helpen in de Eucharistie. Het geloof in Jezus en zijn kerk beter leren kennen en daarop praten met elkaar en onze begeleiders. Thuiskomen in een mooi kerkgebouw. Meedoen met de aanbodactiviteit voor alle acolyten van onze federatie. Aangemoedigd worden door jong en oud in de geloofsgemeenschap. In woord en gebaar uitdrukken dat we van God zijn. Een taak opnemen als gevorderde. Meewerken aan een toffe groepsgeest. En er zijn voor elkaar.